Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplazen.nl. Op de satellietfoto zien we amper een wolkje boven Nederland en dat blijft lange tijd zo. Maar boven België en Frankrijk zijn het wel stapelwolken. Dat zijn buien, die komen langzaam onze kant op. Vanochtend dus stralend zonnig, de temperatuur loopt snel op tot boven de 20 graden. En vanmiddag wordt het dan 25 graden in het noorden tot bijna 30 graden in het zuiden van het land. Maar de bewolking neemt in het zuiden ook toe en de eerste regen- of onweersbuis mogelijk kan een hoosbui worden, dus lokaal veel neerslag en ook onweer en windstoten zijn mogelijk. Hagel ook. De buien trekken heel langzaam noordwaarts, breiden zich vanavond dus heel langzaam richting het noorden uit, maar bijvoorbeeld de noordelijke helft van het land houdt het tot middernacht nog droog. Vannacht trekken de buien dan wel van zuid naar noord over het land. Morgenochtend trekken ze via het noorden en oosten weg. En dan wordt het vanuit het zuidwesten weer prima weer. Morgenmiddag zijn er flinke perioden met zon. Alleen in het noorden en oosten wat meer bewolking. Zondag is het grotendeels droog. Schijnt opnieuw de zon geregeld. En ook maandag en dinsdag zien we de zon vaak schijnen. En zijn er slechts enkele wolken. De temperatuur gaat wel fors dalen. Zaterdag wordt het nog 19 tot 25 graden. Daarna daalt het kwik geleidelijk tot onder de 20. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza. En ik raad u aan om de buienradar later vanmiddag te volgen.